Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog van mij. Ik zeg hem, ik wil. Ik ben vandaag vrij van school en ik heb net gedoucht en me klaargemaakt. Weet je haar. En mijn haar even gefeund. En het is best wel stijl gefeund. Het is trouwens ook echt lang. Ik ga woensdag naar de kapper. Want Char en ik gaan wandelen. Want de zon schijnt, het is helemaal niet zo koud, dus het is gewoon lekker weer. En Char en ik matchen met onze nieuwe pakjes. Deze zijn van XOBO wederom weer. Ik zal het wel even wat beter laten zien, maar we gaan dus even lekker wandelen. Oké, dit is het joggingpak. Ik wil hem even goed laten zien. Je hebt hier ook nog zo'n dingetje, dat kan je aantrekken. Maar ik doe dat zo in mijn broek, want ik ben er niet zo van. Maar, ach, hij zit zo lekker. En ik heb een maat M. Ja, ik heb deze schoen eronder aan met het rood. Dat matcht niet, maar die schoen zit gewoon het lekkerst voor te wandelen. En even zo'n tasje mee. Ik ga geen jas aan doen, want het is 16 graden buiten en de zon schijnt, dus dat is eigenlijk best wel warm. Maar ja. We hebben even lekker bij de Shell snackie gehaald en wat drinken. En het is gewoon echt warm buiten, jongens. Het is heerlijk. Onze wandel komt ten einde. We zijn nog even naar de supermarkt geweest. En we hebben sloffen gehaald hierbij. Zo'n, hoe heet het? Sigarenwinkel. Achter iets hadden ze een slof voor een tientje, maar best wel leuk, hè. Ze hebben gedaan. We hebben ook lekker slushpuppy gehaald. En ik heb houseface. Heb ik, zag ik bij de supermarkt liggen. Gouden KitKat. Het zal vast gewoon hetzelfde smaken, maar ik vond het wel leuk. Wij hebben gegeten. We gaan gezellig met een gezinnetje een kerstfilm kijken. Of course. Goedemorgen. Zo, ik ben thuis vanaf Mees. Ik ga even ketting omdoen. Ik ga naar de kapper met mijn zus. En we gaan naar een kapper in Amstelveen. Ik ben nooit zo erg van, oh, ik moet per se naar die kapper of naar die. Maar mijn zus die had er één uitgezocht. Dus ik zei, nou prima. Ik ga wel gewoon mee. Dus, dit is mijn haar before. Ik ga er niet heel veel aan veranderen. Maar ja, dit is mijn langste laagjes. Dat is wel heel lang. En dit is hoe mijn haar, zeg maar, gewoon zelf opdroogt. Ik ben er geen fan van. Nou, dit is dus de before en zo de after. En ik heb er gewoon zoveel zin in dat ik weer gewoon fris haar heb. En ik weet niet, ik wil mijn laagjes ook lekker een stukje korter wel. Nou, helemaal zin in. Jullie zullen zo het eindresultaat zien. We gaan naar de kapper. Dan kan je ook even Charter haar zien hoe het er before uitziet. Nou, tot zo. Tadaa! Het is helemaal mooi gefeund ook. Even kijken hoe kort mijn laagjes zijn deze. Ik had het ook niet achter mijn oor, maar dat, nou ja, maar dat wist ik al. Maar ik vind dit wel leuk. Jij, meid. Jij ook. Oh, ik heb nergens op geklikt. Jij ook niet. Kijk, de achterkant. Kan je dat zo zien? Ja. Prachtig. Wat is dit ook? Heerlijk. Oh, en we hebben toetjes. Laat ik zo wel zien. Maar echt, voor huis is de best, jongens. Woe! Wow. Dit zijn trouwens toetjes. We hebben al wat van gegeten. Maar ik was vergeten te filmen en dat is echt een ravage nu hier. Zo, wow, mijn haar ziet er echt niet uit. Ik had dus gisteren was naar de kapper, toen hadden ze het heel mooi gefeund. Maar na een paar seconden was het er al uit bij mij. Like always. Dus ik had het net gewoon gewassen en zelf even droog gefeund. Dus nu ziet het er niet uit. Maar zodra het echt helemaal goed droog is, ga ik even met de steltong proberen om mooi deze plukjes ook en zo te doen. Ja, ik vind het wel heel kort. Ik zal het even laten zien nog. Een stuk korter. Maar hoe ik het dan nu heb geveend, ziet er ook echt niet uit. Want ik heb het gewoon even droog geveend. Dus ik kan het beter laten zien zodra ik het gedaan heb. Want dit is echt vreselijk. Dus. Nou, Laura is er weer. Dus Char. Wat? Waarom doe je dat zo onverwacht, Pet? Waarom ga jij hier weer leven? Ja. En ze zijn aan het kokerellen again. En Char zou voor mij soep halen. Maar dat was Char die vergeten. Sorry. Nou, nu heb ik het gedaan. Ik heb het niet heel mooi gedaan zoals ik wou eigenlijk. Ja. Ik vind dit op zich wel leuk als het zo hangt. Maar ik had echt iets in mijn hoofd en het is een beetje misgegaan. Vooral dit. Maar ik vind dit hier zo wel leuk. Nou, oké, mooi verhaal. Ik heb les, dus ik heb mijn oortje in. Ik ga mijn les volgen. Ik kreeg net een pakketje binnen en ik weet niet wat het is. Tenminste, ik heb al wel dingen besteld, maar er staat verder hier nergens iets van een naam op, van een merk of iets. Dus I'm very curious. Als dit iets is wat ik had gehaald voor mijn shoplog, hebben jullie pech, want dan gaan jullie dit niet in deze vlog zien. Okay, maar ik ben heel benieuwd. Ja, dit zijn allemaal pakketjes van Shine.
Dus dat laat ik lekker zitten en ik ga even morgen een shoplog maken. Nu ga ik weer over mijn haar beginnen, maar kijk, nu is het een beetje uitgezakt en alles. En ja, ik vind het wel echt heel leuk. Alleen het is wel een stuk korter, vind ik. Dus wel eens even wennen, maar ik ben erover uit, jongens. Ik vind het wel leuk. Ik heb me even klaargemaakt voor werk. Ik had de dinsdag geruild met Sanna, dus dan werk ik vandaag de donderdag voor haar. Dus dat ga ik nu doen. Hallo, ik heb vanochtend, het is nog steeds ochtend, shoplog opgenomen van Chiquelle, wat items van Shine, Sarah en Xobo. Ik weet niet of die al online is, of deze online staat. If yes, I link it in de descriptions ding. You know what I mean. Ik heb zometeen rijles. Ik had eigenlijk vanmiddag pas rijles. Maar ze vroeg of ik het eerder kon. En dat was precies tussen mijn lessen door. Dus dat komt goed uit. En dan na mijn lesje, na mijn rijles en mijn lesje heb ik eigenlijk niks te doen. Ik ga maar die video gelijk, shoplog gelijk editen. En ja. Ik ben nu bij mijn rijles. En het ging wel lekker. Ik moest een meisje naar huis brengen vandaag voor de eerste keer. Vond ik even stress, want zij had net afgereden. En dit is mijn zesde les. Maar het ging goed, dus we gaan nu weer richting huis. En dan heb ik weer les. Ik ben alweer een tijdje thuis van rijles. Ik heb ook alweer mijn laatste les gehad. Helemaal chill. En ik ben een beetje bezig met die shoplog dus aan het bewerken. Maar ik moet nog even wat foto's maken van die kleding. Omdat voor sommigen had ik dat niet gedaan, want dat was een beetje stress. Maar dat ga ik nu nog heel veel doen. Nou jongens, wij zijn I Can See Your Voice aan het kijken. Ik heb ze allemaal gezien, maar Charlie nog niet. Voor als jullie niet weten wat het is, het is heel leuk. Als jullie weten. Nee, het is echt heel leuk. En we liggen met z'n vieren, vijven. Hi kid! Op de bank eigenlijk een beetje niks op onze vrijdagavond. Want ja, er is niet zoveel te doen. Maar het is wel lekker zo gezellig met de fam, hè? Oké, we gaan even straataalwoordjes leren met papa en mama. Papa, doe je ook mee? Nee. Oh, papa doet niet mee. Oké, papa is Nokkie. Ik weet zo. Wat is Nokkie dan, man? Oké, ik heb even mijn laptop erbij gepakt. Even kijken. Wat betekent bakka? Gebakken banaan. Mam, breng die bakka voor me. Schud die bakka voor me. Zet die bakka voor me. Schud die bakka voor me. Hoi, kom. Ja! Oké. Dit is echt een grappige. Je hebt gewoon een straattaalwoordenboek. Spatta, wist ik. Patta, wat is patta dan? Schoen. Goed zo. Wat is wenker? Wenker. Oh. Wenker. Ik heb dat. Wenker. Ja, ik heb dat wel eens gehoord, maar weet je wat hier staat? Er staat dat dat. Er staat dat dat rukker betekent. Mama, wat betekent drerry? Hoe? Drerry. Ewa drerry. Amma drerry. Nee, als ik zeg jou zo'n Ewa Drerry. Wat drink je? Ewa Drerry. Ik weet niet wat echt vertaling daarvan. Vriend, Ewa vriend. Staat hier hoor. Als ik het verkeerd heb, I don't know. Wat betekent doefoe, mam? Doefoe. Doekoe. Duif. Ja. Oh, nah. Duif. Doefoe. Duif. Doefoe. Duif. Duif. Oh. Mama, wat is Haisa? Ik ben Haisa. Echt alleen maar. Ik ben dat is. Ja, ja. Kom ik binnen gelijk Haisa. 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 Het is weer vrijdagavond. Wat de fuck, ik ken hem maar niet. We hebben net even gezellig gedanst. En we gaan nu Pretty Woman kijken met z'n drietjes. Papa. Die is slapen, want die was erg moe. Die was vannacht weer wakker. Sinds we van kamer zijn gewisseld. Ik heb mijn ouderskamer. Is mijn vader steeds aan het zuren dat hij lawaai hoort van de straat. Want ik sliep aan de straatkant. Maar ja. We gaan lekker een filmpje kijken. Het is al 12 uur. Ik heb eigenlijk nog niet ontbeten, zit ik nu te denken. Maar ik heb wel gedoucht. Mijn haar is aan het opdrogen. Maar ik ga er zo wel nog wat aan doen. En ik heb weer even oorbellen ingedaan in beide gaatjes. En die gewoon een simpele. Nu ziet mijn bureautje er zo uit. Dus ga ik even opruimen. En dan ga ik me verder klaarmaken en even wat eten. En dan ga ik richting Mees. Verder heb ik een taart besteld bij Zoet en Zalig. Echt de beste ooit. Dus die ga ik vanmiddag ophalen. En jullie zullen het allemaal zien. Ik ga me even verder klaarmaken. Mees en ik zijn in het dorp. En ik heb die taart opgehaald bij Zoet. En ik heb er super veel zin in. Mees wil wat eten nu. Want hij heeft nog niks ontbeten. En hoe laat is het?
ondertussen laat. We hebben ook boodschappen gedaan voor tapas voor vanavond. Doe eens niet zo vervelend. Hij is al de hele dag bezig met me. Ja, je weet het zelf ook. Waar ga je nou heen? Zo, Mees is tomaatsoep aan het pureren. Ah. En we gaan vanavond tapas eten, dus ik heb net wat dingetjes gemaakt. Ik ga het jullie laten zien. Nugget Doritos, Dorito kip nuggets op recept van mijn zuster. Dit zijn met kip en kaas. En hier, deze hebben Mees en Odette gemaakt, een pizza. En we hebben dan nog meer tapas, maar dat komt zo nog. Gezellig hè, dat pureren. Het is nieuwe schoenen jongens. En ze zijn glow in the dark. Oh, Mees, kijk even. Geef eens. Mees heeft hier net het lampje opgehouden. Jezus, het is ook echt een puntje nu. Wacht, doe die flitser op. Je moet echt gewoon... Wow, echt niet normaal hoe snel dat gaat. Ja, show it. Die kat in die doos. Oeh, ik moest hier flitser gaan doen. Oh ja. Tada! Maar dit ook, hè? Echt, is dat ook glow in the dark? Ja. Oh, we hebben voor Raffi ook wat happies. Lekker hoor. We hebben nu lekker een toetje. Meestal niet op vlog, maar zijn toetje mag er wel. Het is zo. Pardon. Het is alweer zondag en dat betekent dat ik moet werken en dus de vlog ook ga afsluiten. Dus heel erg bedankt voor het kijken. If you liked it, thumbs up, subscribe en tot bij mijn volgende video. Ik zeg hem ik weer.